erg plaat. Ook aan de bak had hij net al gehoord. Ik heb er een poging toe gewacht en uiteindelijk een nummer gevonden waarvan iedereen zei: ja, dat gaan we doen. Dat gaan we dus ook nu doen. Maar ik heb toen besloten om te vragen aan Jan of hij mij uit de brand zou willen helpen om het feitelijk op te gaan zingen. After all this time with you, I need you to know all the things you pulled me through. It helped me to grow. Zitten.
magnetic field, pulling me close to you from the moment that I wake up. Magnetic field, control everything I do from the moment that I wake up. Magnetic fields pulling me close to you from the moment that I wake up. Magnetic fields control everything I do from the moment that I wake up. We'll be right back.
1966 en 1970. Maar dat was natuurlijk voor alle kenners uit 1965 uit het fantastische album Rubber Soul. We gaan nu naar nummer, ik kan niet tellen, 8! Back in Manhattan, where's the man in the bar?
shows op 2000. Nu is nog even 2 weken radio overleven met de Mariah Carey's, Chris Rea's, maar ook in gezicht van Johnny Yoko's en de Paul McCartney's. En we hebben besloten vanavond ook 1 kerstliedje als allerlaatste liedje te zingen. Dat doen we niet van John Paul, maar dat doen we van George Harrison. En die heeft een heel leuk liedje geschreven in 1974. Ringing the old... No, what is it? Ring out the false and bring in the true, something like that. Maar voor dat zien we het. Ik denk het. Nogmaals, hartelijk dank voor jullie komst. We zijn een speciale avond voor jullie.